Van 9 januari 2023 tot eind september 2024 zijn er impactvolle werkzaamheden aan de Rozenknoop. Rozenknoop is het gebied tussen de Tweede Rozenstraat, Colosseumweg, Laan op Zuid, Beierlandse Laan, Hillendijk-Putselaan en het Varkenoordse viaduct. Dit gaat gebeuren in verschillende fases. Fase 2 is van 1 mei tot en met 29 oktober 2023. Tijdens fase 2 is de gehele kruising afgesloten. Dit heeft gevolgen voor reizigers die reizen met tramlijnen 2, 12, 20, 23 en 25 en buslijnen 66 en 77. De route van tramlijn 2 wijzigt op een aantal punten. Tramlijn 2 rijdt de reguliere route vanaf Sjaloos naar Keizerswaard. Bij halte Keizerswaard stopt tramlijn 2 op perron E. Daarna rijdt tramlijn 2 door naar eindbestemming Beverwaard via de haltes Grote Hagen en Akkeroord. En vervolgens via de route van tramlijn 23 langs haltes PNR Beverwaard, Krooistraat, Oude Watering, Schinnebaan, Beverwaardseweg naar eindbestemming Limbrechthoek Beverwaard. Vanaf Beverwaard rijdt tramlijn 2 vervolgens de route van tramlijn 23 naar Keizerswaard en stopt daar op perron D om de reguliere route naar Sjaloos te vervolgen. Om tramlijn 2 in de spits te ontzien, rijdt er in de spits een extra tram. Dit is tramlijn 20. Deze tram rijdt dezelfde route, maar heeft als eindbestemming metrostation Maashaven. Ook tramlijn 23 wordt anders in deze periode. Tramlijn 23 rijdt van 1 tot en met 14 mei de reguliere route vanaf Marconiplein tot Oostplein. Na deze periode rijdt de tram tot Wilhelminaplein. Op Wilhelminaplein draait de tram weer. Tram 23 rijdt dus niet meer over de Laan op Zuid en richting de Beverwaard. Ook voor tramlijn 25 geldt dat er veranderingen komen in deze periode. Tramlijn 25 rijdt van Carnisse-Landen tot halte Randweg. Vanaf halte Randweg rijdt lijn 25 via de route van lijn 2 langs de vervangende haltes Hillevliet-Putsebocht naar eindbestemming Maashaven. Tramlijn 25 rijdt dezelfde route terug richting Carnisse-Landen. Halte Beierlandse Laan vervalt in beide richtingen. Tramlijn 125 zal ook niet meer rijden over de Laan op Zuid. Tramlijn 125 rijdt van Schiebroek tot Leuvenhaven. Vanaf daar rijdt tramlijn 125 via haltes Vasteland, Westplein en Willemskade naar eindbestemming Willemsplein. Buslijnen 66 en 77 gaan ook anders rijden. Op www.ret.nl/rozenknoop is alle informatie over deze lijnen terug te lezen.